De politie bekend een grote zoektocht te starten naar mogelijk onbekende slachtoffers van Patrick S. De man die deze zomer een levenslange gevangenisstraf opgelegd kreeg voor de gewelddadige dood van Farida Zargar en Nanda Kerklaan, beide uit Spijkenisse. Maar Patrick S. zou, zo bekende hij, nog meer mensen gedood hebben. Wie dat zijn, dat vertelde hij niet. Wel suggereerde hij dat hij van ieder van zijn slachtoffers zaken heeft bewaard. Vanavond hebben we u nodig om erachter te komen of hij de waarheid sprak. Patrick S. die omschrijft zichzelf als een predator, een roofdier. Iemand die vanuit de bosjes zijn prooi opwacht en bespringt. Farida Zargar was een 21-jarige vrouw met een Russische moeder en een Afghaanse vader, die in 2010 met haar moeder en 10-jarige broertje in Spijkenisse woonde. Een vrolijke, lieve en zorgzame jonge vrouw volgens iedereen die haar kende. Farida werkte als administratief medewerkster bij een transportbedrijf aan de Malle Dijk, aan de rand van Spijkenisse. Ook op donderdag 5 augustus 2010 was ze daar aan het werk. Het is een gewone dag en rond 5:15 stapt ze weer op haar fiets om naar huis te gaan. Als Farida echter niet thuis komt, slaan haar vriend en haar moeder nog diezelfde avond alarm. Een grote zoekactie begint, onder meer in het bos waar Farida langskomt als ze van haar werk naar huis fietst, het Mallebos. Maar van Farida geen spoor. Als de dagen verstrijken, nemen de wanhoop en de angst toe. Verschillende media besteden aandacht aan haar vermissing. En ook in Opsporing Verzocht doen we een oproep aan iedereen die iets weet zich te melden. Op zo'n herenfiets reed de 21-jarige Farida Zargar uit Spijkenisse op 5 augustus weg bij haar werk. Ruim 3 maanden na haar verdwijning, in de vroege ochtend van 9 november 2010, gebeurt er dan iets opmerkelijks. Iemand gooit Farida's bankpas en de bijbehorende identifier door de brievenbus van het politiebureau in Spijkenisse. We tonen de beelden, maar de man wordt niet herkend. Ruim 1,5 maand later volgt een nieuwe ontwikkeling. Bij werkzaamheden wordt dan namelijk alsnog Farida's fiets gevonden in een sloot in het Mallebos. Het bos wordt in de maanden daarna nog meerdere keren grondig doorzocht. Daarbij wordt ook Farida's sleutelbos gevonden. Maar daar blijft het bij. Farida zelf lijkt van de aardbodem verdwenen. Dan, 14 maanden na Farida's verdwijning, komt er een wending in de zaak. Op 13 oktober 2011 wordt er in Spijkenisse door 2 mannen een aantal straatroven gepleegd. Een van de slachtoffers herkent de daders waarop de politie naar het huis van een van hen gaat in de Venestraat in Spijkenisse. En dan wordt vlak voordat hij wil vluchten ene Patrick S. aangehouden wegens betrokkenheid bij deze straatrover. Als de rechercheurs de woning van Patrick S. doorzoeken, vinden ze daar tot hun verbazing tussen honderden andere spullen de tas van Farida. En niet veel later wordt na een anonieme tip onder de vloer van een schuur bij het huis van Patrick S. een glazen pot gevonden met daarin een vrouwenvoet. Door de vondst van die voet hebben wij vast kunnen stellen middels DNA-onderzoek dat het inderdaad om de voet van Farida ging. Daarmee vervloog elke hoop dat zij op dat moment nog in leven was. Op aanwijzingen van Patrick S., die hier uit de auto stapt, wordt dan op 11 november 2011 het stoffelijk overschot van Farida gevonden. Ze ligt toch begraven in het Mallebos en blijkt met meststeken om het leven te zijn gebracht. Patrick S., de 35-jarige man uit Spijkenisse die eerst alleen bij straatroven betrokken leek, wordt nu ook verdacht van moord. Nadat hij in het bos de plek heeft aangewezen waar hij Farida heeft begraven, wil hij vervolgens niet meer met de politie praten. In de gevangenis echter is hij loslippiger. Aan een politie-infiltrant vertelt hij dat hij meer moorden heeft gepleegd. 5 in totaal. Nanda Kerklaan is een 43-jarige vrouw uit Spijkenisse met een lichte verstandelijke beperking. Op 28 januari 2010 wordt ze om 7:15 ochtends in een sloot langs de Malle Dijk in Spijkenisse gevonden. Haar hoofd net boven water, zwaar gewond en onderkoeld. Haar fiets ligt een stuk verderop. Nanda Kerklaan overlijdt niet veel later aan haar verwondingen. Na langdurig onderzoek is Patrick S. ook als verdachte aangemerkt van de gewelddadige dood van Nanda Kerklaan. Het Openbaar Ministerie besluit dit jaar levenslang te eisen. Onbewogen hoort Patrick S. vervolgens op 25 juli dat de rechter hem conform die eis veroordeelt. Hij moet levenslang de cel in voor onder andere de poging tot moord op een Poolse man en de gewelddadige dood van Farida Zargar en Nanda Kerklaan. Patrick S. is in hoger beroep gegaan tegen die veroordeling, maar dus vooralsnog tot levenslang veroordeeld. Schrale troost natuurlijk voor de nabestaanden van Farida en Nanda, maar toch, levenslang is in Nederland echt levenslang. En het lijkt erop dat hij nooit meer nieuwe slachtoffers kan maken.
Maar hoe zit het met het verhaal van Patrick S. dat hij maar liefst 5 mensen zou hebben gedood? Vertelde hij de waarheid of blufte hij? En als hij niet blufte, wie zijn zijn 3 andere slachtoffers dan? In het huis van Patrick S. hebben u en uw collega's bij zijn arrestatie een enorme hoeveelheid spullen gevonden. In zijn slaapkamer hebben wij een enorme hoeveelheid dozen en goederen aangetroffen. Het stond echt opgestapeld. Met daarin allerlei persoonlijke spullen, met wapens, met sieraden. Maar ook de spullen van Farida hebben wij aangetroffen. We hebben het vermoeden dat hij goederen heeft bewaard van andere slachtoffers, van andere misdrijven. En daar zijn we naar op zoek. Al die spullen liggen hier opgeslagen in dit politiedepot. En u denkt dat die spullen mogelijk wel eens een spoor kunnen zijn naar andere mogelijke slachtoffers? Wij willen weten waar deze spullen vandaan komen. En mogelijk dat wij deze spullen kunnen linken aan andere misdrijven. We zijn met heel veel in beslag genomen goederen al aan de slag gegaan. We hebben een aantal goederen al terug kunnen brengen tot in dit geval woninginbraken. Maar we hebben nog geen goederen kunnen herleiden naar levensdelicten of andere gewelddadige misdrijven. Daarnaast is inmiddels bekend dat hij ook een aantal spullen al van de hand heeft gedaan. Hè? Hij heeft een aantal goederen heeft hij verkocht bij opkopers van goud en sieraden. Uit het opkoopregister is gebleken dat hij onder andere een ring heeft ingeleverd, verkocht. Daar staat een inscriptie in, Jeroen 16695. Die ring is zeker niet van Farida of van Nanda. Dus wij zoeken nog de rechtmatige eigenaar van die ring. Wij hebben tussen de spullen hebben wij ook nog een aantekening hebben wij gevonden van een Engelse les. En het opvallende daarvan is dat het onderste gedeelte van die tekst op zijn kop staat. Wij hopen dat iemand deze manier van schrijven kan herkennen, zodat wij met die persoon in contact kunnen komen. Je zou toch zeggen dat er vanavond mensen moeten zijn die spullen gaan herkennen? Wij hopen dat er vanavond mensen zijn die deze spullen gaan herkennen, zodat we inzicht krijgen in het feit of Patrick S. nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Ja, Patrick S. zou zelf gezegd hebben: de perfect crime bestaat wel, ik doe het al jaren. Aan de telefoon, meneer Pols, het Openbaar Ministerie heeft niet voor niets levenslang geëist. Ja, dat klopt. In onze ogen heeft deze man alle recht om vrij rond te lopen verspeeld. Hij noemt zichzelf een roofdier en hij lijkt willekeurig zijn slachtoffers uit te kiezen. Maar dan kiest hij wel voor wat kwetsbare mensen. Farida is doodgestoken, Nanda Kerklaan had zwaar hersenletsel. En Patrick S. heeft zelf verklaard dat hij onder dat alles eigenlijk geen minuut minder slaapt. Vandaar ook dat u zijn opmerking dat hij niet 2, maar 5 slachtoffers heeft gemaakt uiterst serieus neemt. Zeker. En overigens hebben we daar nog absoluut geen concreet bewijs voor. Het kan ook bluffen of opschepperij zijn dat hij dat heeft gezegd. Zo zei hij zelf dat hij de bankpas en de identifier van Farida bij een politiebureau achterliet, omdat hij wilde kijken wat voor reactie er dan zou komen in de media. Maar hij lijkt inderdaad van al zijn slachtoffers iets te bewaren. En gezien alle persoonlijke voorwerpen die we bij hem hebben gevonden, tassen bijvoorbeeld, zoals die van Farida, maar ook bijvoorbeeld telefoons en plukken haar, willen we dat wel tot op de bodem toe uitgezocht hebben. Vandaar dat we een aantal spullen dus vanavond gaan laten zien. Dit is een bijzondere stap. Het gaat ook schokkend zijn als mensen iets herkennen dat van een dierbare is geweest. Ja, dat realiseren we ons. En zeker voor mensen die misschien al langere tijd geen contact met iemand hebben gehad. Maar ja, dit is nu de meest gerichte manier om eventuele andere slachtoffers te vinden en eventuele nabestaanden zekerheid te geven. En nogmaals, de spullen hoeven dus niet met een levensdelict te maken te hebben. Ze kunnen ook bijvoorbeeld bij een beroving of een diefstal zijn buitgemaakt. Maar als mensen iets herkennen, dan moeten ze altijd contact opnemen. Want we willen natuurlijk het liefst zo duidelijk mogelijk uitsluiten dat er nog andere slachtoffers zijn. Nou, bedankt voor deze toelichting, meneer Pols. In totaal zijn er 447 voorwerpen gevonden in het huis van Patrick S. En bij de vondst van die spullen heeft de politie elk voorwerp gefotografeerd en ook meteen een nummer gegeven. Dat is het nummer dat u op de foto's ziet. Om verwarring te voorkomen kunt u dat specifieke nummer doorgeven als u iets herkent. Laat u niet alles zien. De rechercheurs hebben voor vanavond een eerste selectie gemaakt. We beginnen. Van wie was deze gouden ketting met het kruis en diverse kleuren steentjes? Nummer 51. Dan deze opvallende gouden ketting met een hanger in de vorm van een adelaar. Nummer 52. Verder 2 ringen. Een zilveren ring met steentjes en een balletje. Nummer 112. En dit is een gouden ring met daarin de inscriptie Marliska 26-7-1992. Wie zegt die naam in combinatie met die datum iets? Of
Misschien herkent u de ring wel. Die heeft het nummer 94 gekregen. Ook bij Patrick S. aangetroffen is deze goudkleurige armband met steentje. Nummer 85. En dit kleine goudkleurige sieradenkistje met bloemmotief op de deksel. Nummer 54. Dan is er nog deze goudkleurige broche met de twee gekleurde zwanen. Nummer 87. En deze opvallende goudkleurige armband met vijf bedeltjes eraan. Nummer 71. Het volgende voorwerp waar we de herkomst van willen achterhalen is dit houten sieradenkistje met een dubbele bodem en een schuiflade. Nummer 441. Daarin zaten een aantal sieraden. Een groenkleurige parelketting. Een ketting met zwarte kralen. Een goudkleurige machetknoop met een ronde blauwe steen. Een zilverkleurige machetknoop met een crèmekleurige steen. Een zilverkleurige hanger met een zilverkleurige bedel van een zeepaardje. En een zilveren ketting van het merk Fossiel met opengewerkte schakels. En al deze spullen bij elkaar hebben het nummer 442 gekregen. En daarnaast zijn er dus de dingen die al eerder werden besproken. Die ring bijvoorbeeld met de naam Jeroen. En die Engelse aantekeningen. En opvallend daarin is dat er een gedeelte ondersteboven is geschreven. Herkent u een van de spullen die we lieten zien? Weet u van wie ze waren of waren ze misschien van uzelf? Bel dan nu de tiplijn, gratis nummer van de politie 0800 60 70. Misschien dat uw informatie dus kan helpen om erachter te komen of Patrick S. nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Natuurlijk kunt u ook anoniem bellen via M op 0800 7000 of met iemand praten van de criminele inlichtingeenheid via 079 345 8999. En op onze site vindt u informatie over al deze spullen die we lieten zien. Er staat ook een link naar foto's van nog meer spullen die in het huis van Patrick S. gevonden zijn.